Ja, hier is Fischi weer en ik ben hier samen met Remco. En dit is een wedstrijd uit de Europa League. Feyenoord en Shakhtar. Gelijkspel vorige keer. 1-1 uit mijn hoofd. Dat dacht ik ook. Ja, 1-1. Maar... Goeie uitslag uit, normaal gesproken. Ja, maar dat telt nu niet meer. Ik heb de wedstrijd eerlijk gezegd niet gezien, dus ik heb geen flauw idee of het terecht ik wel. Was. Ik wel. Mega terecht. Ik ben eerlijk, ik vond dat Feyenoord veel sterker was. Ja? Ja. Ja, ik heb Shakhtar echt nog steeds... ik weet er niks meer van. Ik weet dat ze voorheen draaien mee in de Champions League en dat soort dingen. Ja. Er zijn natuurlijk andere dingen aan de gang nu daar. En verder, ja. Kuip, ik zie niet waarom het een probleem moet zijn in de Kuip voor Feyenoord. En ik zie ook niet dat Feyenoord nu gewoon gaat... Nee, ze draaien gewoon goed dit seizoen. Ja. Als er nu het publiek erachter gaat staan. En dan moet ik even denken aan de wedstrijd van Lazio. Toch, dat is toch een groot favoriet. En die winnen ze dan met 3-1 in de Kuip. Ja. Al zie ik wel Feyenoord laatste 4 wedstrijden. Kijk toevallig even. Heerenveen Feyenoord 0-1. Feyenoord Groningen 1-0. Een Groningen rood. Feyenoord Volendam 2-1. 1-0 achter. Ook een rood voor Volendam. En Shakhtar Donetsk Feyenoord 1-1. Dat is wel een beetje... Ze zwijnen een beetje laatst. Maar ja, ze pakken wel de punten die ze nodig hebben. Ja. Ja, dat klopt. Dat is zeker weten. Ja, dan zegt ze dat dat geluk kan je niet altijd houden. Maar ja, je weet ook, je kent ook het geluk van de kampioen. Ik vind dat wel. Inderdaad. Dus wat gaat het worden? 3-0. Ik heb 3-1 in mijn hoofd. Dus. Maar ook een winst inderdaad voor Feyenoord. Dus we gaan het zien, jongens. Laat je vragen bij de comments. Like even de video. Hier is de wedstrijd. Weergoden zijn ons alvast gunstig gezind. Zo. Ik ben Sjurte Vos en met Jeroen Gruter voorzie ik deze wedstrijd van commentaar. Het is een bijzondere dag vandaag, want dit is de openingsdag van het nieuwe seizoen. Het is Feyenoord tegen Shakhtar Donetsk. Spelen. Steekpaas in de ruimte. Die staat meestal voor Wubbel Okkels. Hey Wubbe! Heb ik nog verdedigers? Goed zijn lichaam ervoor gezet. Bal veroverd en meteen in de aanval. De doelman hoeft niet eens te bewegen. Ik had zoveel ruimte dat ik helemaal verbaasd was. In de richting van de 16. Traoré. Oh, net over de lat. Wat een schot. Eerst speel die kent van de Jacques Traoré. Feyenoord laat die bal moeiteloos rondgaan. Van spelen. Oh, dat was echt een hele verschrikkelijke keuze. Nee! Goed gehandeld. Dat wou ik helemaal niet. Ik kwam diep spelen. Sodas. Ja, dat. Nee, ik moet ook geen spelen voor jou en daarna of niet. Ja, zoiets of zo, weet ik wel. Veel Nederlandse clubs hebben namen van Griekse goden. Of afkortingen van inmiddels vergeten benamingen. Nieuw Brian. Bij Feyenoord is dat anders. Daar is de club genoemd naar de wijk. Mop, uitkijk een beetje. Oh, voorspringen gewoon als Jans kan. Oh, no. Kom uit alsjeblieft. Dank je wel. Ja, een beetje. Problemen waren in het buitenland met de uitspraken van. Toen hebben ze besloten om het internationaal te maken. Dus Feyenoord met een Grieks ei. Oh, nou. Niet de bedoeling, maar. Nu is hij kwijt. Zo! Nee, dat vind ik onzin. Ja, geen geel natuurlijk. Met een staartje. Nog geen gele kaart. Ze houdt het bij. Geen geel ook. Dat schot wordt tegengehouden. Ja, pak gewoon die corner heel lang niet uit. Ik heb het te maken bij deze gelijke stand. Hoekschop komt voor. Het gevaar wordt eruit gehaald. Als er een corner is, dat zo slecht. Ploegen houden die balans zien we terug in deze statistieken. Ongeveer evenveel balbezit. Ook geen voordeel. Kansen, spelen we veel gewoon graag, volgens mij. Kortom, niet om aan. Oh nee, hoe kan je die dan niet? Dat wordt de doeltrap. Ook doelkoppen. Feyenoord benut die ruimte goed en rukt op over de vleugel. Zo, bijna een ongeluk. Dit is geen goed idee.
zo'n wilde sliding in de 16 meter. Nee, niet doen. Voor het doel gebracht. Hij kan niet. Waarom als mijn keeper uitkomt, dan win je altijd het kopduel. Ja, maar ik zie. Hij onderschept hem op een gevaarlijke plek. Oh, dat is AIDS! Ze fluit niet. Nee, ze geeft voordeel. Hey, hey! Ja. Nee! Fantastische volley. Ja, ik streef voor het Rijksmuseum. Niet is, maar het zal wel. Ik zeg het niet hoor, vond ik het als ik eerder ben. Daar gaan we gewoon spontaan voor. Het is helemaal lekker, maar ook die aan ook hoe precies zo goed was. Oh, het zal 45 minuten. 48ste was daar. Maar ja, de richting. Beide teams zijn weer terug op het veld. De tweede helft kan beginnen. Nou, dat is een indrukwekkende loopactie met de bal. Weet je, als die tekst blijft plakken. De scheidsrechter hanteert de voordeelregel. Dat is correct. Nee. Goed hoor. Ja, en heeft al geel. Nou, voor mij is het voor jou. Oh, we gaan 11 kilometer terug. Hé? Ja, dat weet ik ook niet. Ik ben er ook niet blij mee. Of dat niet was. Fantastisch optreden van de keeper. Er is een duik voor nodig om deze poging te stoppen. Dat doet hij fraai. Niet goed gedaan, dat wegwerken. Gevaar geneutraliseerd met die actie. Oh, schat het helemaal verkeerd in waar mijn speler stond. Nee, deze. Oh. Koekoek, zo. Leeft hij nog? Dat is er eentje die je best met geel kunt bestraffen. Hij krijgt daar geel voor. Goed gezien, denk ik. Ja, ik dacht dat het wel redelijk op tijd was, maar. Simpel genoeg. Hij schiet de bal ruim naast het. Ik was de bal helemaal kwijt. Goed ingegrepen. Daar is hulp voor de aanvaller. Zo doen we dat. Nee! Keep alsjeblieft. Nee. En dat is het doelpunt. En de stand is weer gelijk. Wat een gelukkige wedstrijd is. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Maar of ze niet slecht keeper, zoals je gewoon goede animatie was echt, ja. Denk ik ook zo doen, maar. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Ingeschoten. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Dara Stepanenko, bevaardigd. Echt een speler die als enige buitenspel staat volgens mij. Scheids! Heel op de bal blijkbaar. Tel hem ook wel. Daar is hulp van een teamgenoot. Deze inzet wordt gestopt. Net als zo. Eerder blokkeert hij dat schot. Als je die op je kop krijgt, jongen, dan weet je niet groot van, hè? Oh! Nee, dan gaat die tech fout. Hier moet toch een counter mogelijk zijn. Dat is toch een goede titel geweest voor je video meteen ook. Ik vraag me af of hij het einde van de wedstrijd. Oh, nee. Daar schiet hij. En dat schiet. Oh, dat is niet nog een aangrijping van mij daarna, maar blijf maar niet. Dus zijn. Ah, schitterend, hè? Het is gewoon tik, tik, tik. In de omschakeling zijn ze dodelijk. Nu snel eruit komen. En daar is een overtreding door de speler van Feyenoord. Ga even doen nou hey! Weer. Ja, ik weet ook niet. Nou, ik denk niks, hè? De speler helpt hem. Nee, ik dacht niet wat er gebeurde. Ik ben wel de hele aanval er weer uit gehaald. Ook. Dat er een beetje tempo in zat. 6 minuten ja. En dan zit de reguliere speeltijd erop. Gooit de bal voor het doel. Vrije trap voor Feyenoord. Wat? Waarom? Ik raak hem helemaal niet volgens mij. Die kan maar beter op zijn tellen passen. Jezus. Ja, nog één overtreding en dan heeft hij gegarandeerd. Ik ga voorliggen. Het bal zeilt de 16 in. AMC 1-1.
Hij kan er nog wel bij, maar staat er veel meer druk hier. Hij weet de bal af te pakken. Hulde voor die oh. Kijk. Zag je het even? Dat ik daar even van. Holy shit. Ik dacht, de keeper die haalt wel het uit, hoor. Ja. Ze gaan nu wisselen bij Feyenoord. Oh, nee, niet dit. Oh! Feyenoord kan hier op voorsprong komen via deze hoekschop. Laat in de wedstrijd. Oh! Laatste minuut van de wedstrijd is ingegaan. Als deze aanval tot het doelpunt leidt, is het echt op het nippertje. Maar ze winnen dan wel gewoon. Oh! Dat is ook kilo, hè. Gefloten voor het einde. Vandaag delen ze de punten hier op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen. Het zou een verlenging zijn. Het zou een verlenging zijn. Dus dit kan het iemand niet worden. Wat zou zeggen. Ja, het kan wel, maar niet winnaar dan. Nee, inderdaad. Ja, ik had wel een paar kansen trouwens op het einde. Jezus. Ja, ik stond prut op een gegeven moment. Ik weet niet wat er allemaal gebeurde, maar die keeper was wel redelijk. Ja, wow. Wij spelen in ieder geval 1-1. Kan in ieder geval niet worden. Ik ga vanuit dat Feyenoord wel gaat winnen. Op basis van de eerste wedstrijd vond ik ze al veel sterker. Het was uit natuurlijk, ook even als in Polen. Maar ik zie het wel goed in voor Feyenoord, toch? AZ, wat denk je trouwens AZ nog? Ja, dit ben een gelijkspel genoeg. Dat is helemaal verrassend uitslag dat tegen Lazio. Ja. Ik heb het idee, en je mag het niet zeggen, maar ik heb het laatste misschien wel de voorkeur gaat geven aan de competitie. Oké. Draai je aardig boven je mee. Ja. En ja, maar aan de andere kant, dus wel, zeg maar, zoveel kans op een prijs heeft Lazio ook weer niet. Dus het is natuurlijk wel een prijs. Ja. In Europees voetbal. Maar, dat, misschien wel, ik denk dat AZ is wel een goede ploeg. Dit is wel op gelijkspel kunnen houden. Oké, we gaan het zien, jongens. Fijne wedstrijd in ieder geval.